De fractieleidster van de VVD in de Zundertse gemeenteraad, Lopke Sels, verlaat om persoonlijke redenen voor enige tijd de politiek. Afscheid van jou als raadslid en fractievoorzitter van de VVD. In 2012 werd ze gekozen in de gemeenteraad. Ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Vooral op mijn jonge leeftijd mocht ik beginnen als de jongste raadslid. Het meest bijgebleven is wel Paters Venne, legalisatie van het park. Nou, het is nog niet helemaal rond, maar het was een hele bijzondere ervaring dat de bewoners van Paters Venne hier beneden zaten. En ik heb nog nooit zoveel vreugde gezien, dus dat was heel erg leuk. Na de verkiezingen van 2014 werd de VVD-fractie verjongd. Frank van der Besselaar kwam in de raad en mevrouw Sels werd fractieleider van de VVD. Ik heb denk ik ook wat jongere mensen aangetrokken. Bas Arnoud, Frank van der Besselaar, die vol met passie de politiek zijn ingestapt. Ik denk dat leeftijd helemaal niet van belang is. Iedereen staat open om van elkaar te leren. Iedereen staat open voor andere ideeën. En dat maakt het ook juist zo mooi om die interactie tussen jong en oud mee te maken. Ze slaagde in 2013 aan de Tilburgse Universiteit, Internationaal Management. Na het behalen van haar mastersdiploma begint ze in 2014 aan een vervolgopleiding. Ik ben gaan werken in de accountancy. Ik heb daar de mogelijkheid gekregen om daar ook de postmaster te gaan volgen tot registeraccountant. Ik ben begonnen bij Mazaar en sinds vorige week werk ik bij KPMG. Nou, ik studeer 1 dag per week en de rest werk ik 4 dagen. Dus ik rij heel het land door, zeg maar. Ik visiteer verschillende klanten, ik mag overal aan de keuken kijken. De jonge Frank van der Besselaar nam al na 7 maanden afscheid van de gemeenteraad, omdat het niet te combineren was met zijn baan. Nu treedt mevrouw Sels af om dezelfde reden. Nou, ik denk niet dat het onderschat wordt, maar als ik voor mezelf praat, maar ik denk ook wel een beetje voor Frank. Wij zijn allebei heel erg ambitieus en de wereld is ook wel aan het veranderen. Je moet echt je best doen om zeg maar ook een hele goede functie te kunnen krijgen. En ja, als je jong bent, dan wil je dat ook graag in het maatschappelijk verkeer dan alleen hier. Fractieleider of raadslid is best intensief, dus het vraagt best wat tijd en ook af en toe best wat energie hier. En ook thuis, dus het is ook een beetje wisselend. Ja, dat is zeker een uitdaging. Ik denk wel dat het goed te combineren is, tenzij je een baan hebt van 60, 70 uur, dan moet je er niet aan willen beginnen. Als je je werk goed wil doen, kost ongeveer met een ruwe schatting rond de 15 uur per week dat je echt als fractievoorzitter en raadslid actief bezig bent. Maar gemiddeld genomen zou ik toch zeggen, zit je dus wel tussen de 6 en de 10 uur per week. Ik heb wel eens gelezen dat je er ongeveer 16 uur per week toch wel mee bezig moet zijn. Ja, om het serieus op te pakken. En ik kan je vertellen, dat heb je echt wel nodig. Met bezoekjes aan van verschillende onderwerpen en dergelijke. Ben je echt wel bezig. Ja, en dan is het ook, kom je een beetje in een loyaliteitskwestie. Van ja, aan de ene kant wil je dit graag blijven doen. Maar aan de andere kant heb je je werk. Dat is een heel moeilijk afwegingsproces. Je laat toch echt iets achter wat ik heel leuk vond. Het is natuurlijk geoorloofd, want je kunt nooit 4 jaar vooruitkijken. Het is voor de partij natuurlijk wel leuk als er zoveel mogelijk continuïteit is in die 4 jaar. Maar ja, als iemand qua werk of qua gezondheid of op een of andere manier iets tegenkomt, ja, dan is het natuurlijk toch vanzelfsprekend dat je moet kunnen zeggen van we stoppen ermee. In principe niet, want je bent gekozen voor 4 jaar. Alleen er kunnen zich situaties voordoen waardoor je in je werk voor een andere uitdaging komt te staan. En dan begrijp ik wel dat die keuze toch soms gemaakt wordt. Er kan altijd wat tussenkomen natuurlijk waardoor je gedwongen bent om te stoppen. Maar tegenover de kiezer heb je toch een bepaalde verantwoording af te leggen, denk ik. En hoor je die 4 jaar wel vol te maken. Ja, ik vind het een gewetensvraag. Eigenlijk, ik zou zeggen, de eerste reactie zou zeggen nee, natuurlijk niet. Je bent gekozen, je bent vertegenwoordiger van de burgerij. Anderzijds, wij zijn allemaal werkend. Het is geen fulltime baan. Daar heb ik er alle begrip voor dat ze op een gegeven moment zegt van ik kies voor mijn maatschappelijke carrière. Ja, binnen 5 jaar zul je nog zeker vast wel een keer van mij horen. Net zat ik al eventjes daar op de tribune en dan wil je toch eigenlijk, denk je van, nou, ik wil eigenlijk dit zeggen, maar ja, dat gaat niet meer. Dus ik denk mijn mond dicht houden, dat ik dat wel het meest moeilijk ga vinden en ook wel het meest ga missen om mijn visie en mijn mening te verkondigen.